De titel van mijn column is Winter Klaar. Breda heeft een café dat Zeezicht heet. Utrecht en Haaksbergen ook. Als we weer vrouw Margot Ribberink moeten geloven, zal er ook in Nijmegen een café met de naam Zeezicht kunnen komen. Maar dan wel met het terras op niet al te grote afstand van de vloedlijn. Dat was in ieder geval haar boodschap tijdens het festival dat vorig weekend in Nijmegen werd gehouden. Warming up, NIMMA aan zee. Een festival om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering onder de aandacht te brengen. De hete zomers van de laatste jaren laten zien dat het ernst is, al dus de waarschuwende boodschap van Margot Ribberink. Op bestuurlijk niveau is al een overleggroep regionale adaptiestrategie in het leven geroepen. Een term die op een zonnig terras niet snel tot instemmend knikken zal leiden. Als de zon schijnt en bier en wijn de boventoon voeren, zijn de zorgen hoe de toekomstige hete en droge zomers bestuurlijk gemanaged moeten worden ver te zoeken. Begrijpelijk, maar ten onrechte. Een van de festivalonderdelen was een tekening van golven in het zand rondom de droogliggende woonboten in het meertje. Het hoeft niet eens zo'n beetje tegen te zitten met de klimaatontwikkeling, of deze woonboten zullen in de toekomst. Vaker in het zand liggen dan in het water. De horeca hoor ik niet klagen over de aanhoudende zomerse droogte. Overvolle terrassen vormden een welkome financiële opleving na de lockdown. Hoe meer Nema aan zee, hoe liever de kroegbazen het hadden. Toch begint de horeca zich nu al zorgen te maken over de winter. Vroeger maakte men zich druk over de vraag hoe de tuin winterklaargemaakt gemaakt moest worden. Maar ja, dat was vroeger. Nu is de vraag van levensbelang hoe de terrassen winterklaar gemaakt kunnen worden. In Wijchen zijn er plannen om de markt helemaal te overkappen, zodat het grote zomerterras moeiteloos kan veranderen in een winterterras. Ook in Nijmegen en andere plaatsen worden deze initiatieven ontwikkeld. Dat leidt in Nijmegen ongetwijfeld tot vragen van de fractie van GroenLinks om een verbod op heaters op de winterklare terrassen. Om Nimma voorlopig nog ver. Van zee te houden. Of het verbod er komt, waag ik te betwijfelen. De economische zorgen om een winterklaar terras zullen het winnen van de zorgen voor nimma aan zee. Toch heeft weervrouw Margot Rimmerink hartstikke gelijk. De natuur verandert in hoog tempo. Ook ik maak me zorgen om de komende winter, maar dan vanuit een geheel ander oogpunt. Afgelopen week fietste ik bij het Hollands-Duits gemaal de Ooipol in. Bij de Oude Waal wist ik niet wat ik zag, bijna helemaal droog. Terwijl juist die plek, als een van de eerste plekken in de omgeving van Nijmegen, dichtvriest. Iedere schaatser weet dat. Daarom een oproep aan de leden van de overleggroep Regionale Adaptiestrategie. Snel aan de slag: de Oude Waal is nog verre van winterklaar.